Nou, als die valkenier hem is, uppie, is hij hem naar boven aan het halen. Ik zeg, maar dat red jij niet op. Oké. Ja, en die komen ook niet op het idee om papa of wie dan ook te vragen. Ze hebben ook nog vrienden. Ja. En nou zijn ze hun bootje kwijt. Haal je hem hier ook nog weg? Vandaag alweer donderdag en we leven op 7 mei. Hey, mijn oudste broer is jarig, waar ik al jaren geen contact meer mee heb. Omdat hij het niet wil, maar de hele familie wou hij geen contact meer hebben. Dus ja, hij is ook niet bij mij, bij de begrafenis van mijn moeder geweest. Hij is nergens bij geweest. Dus als ik op de straat tegenkom, ben bang dat ik hem niet eens niet herken. En dan mijn eigen broer. Maar hij woont ook niet hier, en waar hij wel woont, weten we ook. Met geen verhaal, nee. Maar dat doet er vandaag niet de zaken. We leven om 8 minuten over 1. Rebecca die komt ook straks. Ik ga even met Rijka uitlopen. Ik ga daarna dat opruimen, want dat is daar nou wel uitgestald. Want gisteravond weer onverwachte ziekte gehad. Nou ja, met een klein hondje, dat weet je wel weer wie. Mia, onze Ruud. Nou ja, hartstikke leuk, maar hij was boos, niet op mij, en dan moet het even kwijt. Nou ja, dat moet kunnen. Maar oké, en ik moet nog weer dingen overpennen, namen moet ik overschrijven. Dus ja, weer een hoop te doen. En ja, gewoon weer een werkdag voor ons, ja. Als Rebecca komt, dan ben ik ook altijd aan de slag. Ja, dat gaat. Vele handen maken licht werk, zeg ik dan altijd. Ja, toch? Maar in ieder geval, Rijka die is nou buiten. En dan ga ik wel even mee lopen. Even, ik hoef geen jas aan. Ik denk dat ik gewoon mijn feestje dicht doe. Ja, misschien ook een jas meenemen. Want ik weet niet hoe het bij de gracht is. Daar is 910 keer koud. Ja. Maar oké, dat zie ik dan wel. En ik zou zeggen, ik hou jullie op de hoogte van de rijden in zeilen van vandaag. Geniet van het mooie, prachtige weer. Of in je tuin, of het balkon, of een lekkere wandeling. Zie maar wat je doet. Maar ga niet de drukte opzoeken. Nee. Wees blij met de dingen wat weer open mag met 11 mei. En dat is ook al binnenkort. Wees lief, wees aardig voor elkaar. Ja, wat ook een anders mening is. Wees lief. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga sluiten weer even. En ik zie jullie straks wel weer terug. Ik zou zeggen, tot dan! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Lekker even een rondje gelopen. En Rebecca is er nog niet, dus nee. Maar die komt wel, want ik heb gewoon de telefoon gehad. Maar kom ik op de gracht en jullie weten toch dat daar een bootje met zijn punt helemaal in het water lag en dat hier eigenlijk gezonken was, maar nog wel aan een touw vast lag. Nou is er iemand bij, die kennen we wel, die kennen jullie ook. De valkenier waar ik vorig jaar met de Juttersmarkt wel ben geweest, met al die valken en adelaars. Echt mooi hoor. Maar die is er bezig. Ik zeg, is dat bootje voor jou? Nee, zegt hij. Ik weet niet van wie die is. Hij zegt, maar dat ding ligt al meer dan een jaar hier te vergaan. Ik zeg, klopt. Ik zeg, als het niet 2 jaar is. Ik zeg, dat ding dat ligt hier al, ik weet niet hoe lang. Hij zegt, ja, hij zegt, dat weet ik. Hij zegt, maar niemand haalt hem naar boven, ook de politie niet. Ik zeg, nee, de politie is ook gewaarschuwd door iemand. Ik zeg, maar die deed het ook niet, die wimmelde dat af. Van, behoort de eigenaar te doen. Ja, klopt ook. De eigenaar behoort het ook te doen. Maar we weten niet wat er met die eigenaar aan de hand kan zijn. Ook is het mogelijk dat de eigenaar bij wijze van spreken is overleden. En dat familie, vrienden of wat dan ook het niet eens niet weten dat het bootje van hem is. En dat gezonken is of wat dan ook. Want er is nog nooit niet iemand. Weet je, kijken bij dat bootje.
Nou, als je gaat knieren, is hij naar boven aan het houtje, maar dat red jij niet op. Oké. Nou, lekker dan. Niet dus. Maar in ieder geval, ik zeg, bel je maten op. Zie je, maar je zit met die corona. Zie je, en? Ik zeg, het gaat om die anderhalve meter. Zitten jullie bij elkaar op schoot of zo? Zie je, je zit toch niet bij elkaar op schoot? Nee, maar een meisje wel. Ik zeg, een meisje is niet de maat. Ik zeg, dat is een vriendin. Ja, zegt iedereen ook wel weer gelijk. Ik zeg, natuurlijk. Ik zeg, een maat is bij mij een man. Ik zeg, en een vrouw is voor mij een vriendin. Punt. Later zal ik hem ook wel lopen met telefoon. Ik denk, nou ja, die is bezig te bellen naar zijn maten. Ja, want meisjes, dat laat je dat toch niet doen, kom op. Dat is echt mannenwerk en in principe, ja, water, dat is nog zwaar ook. Eén liter water is een kilo. Nou, ga er maar naar staan. Totdat de bootje zit, ik weet niet hoe vol met water. Dus ja, dat moet eruit. Maar ja, als hij eerst maar omhoog komt... Dan komt dat ook wel weer goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ga ik ook weer doen. Ik ga ook aan het werk en ik moet nog schrijven voor een verrassing. Ja, dat komt allemaal echt waar goed. Maar ja, oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik zit hier aan de waterkant en... Bij dat desbetreffende bootje, bij de valkenier, die al vaker op de vlog is geweest. Maar hij heeft het voor elkaar gekregen. Helemaal alleen. Hij zal mij ook foto's doorsturen, zodat ik de foto's in deze vlog kan bewerken. Maar ik draai jullie zo meteen even om, dan kan ik jullie het even zien. Dat ik zou zeggen, kijk gezellig even mee. Hij is dus weer omhoog. Ja, dat krijg je met de handen denk ik sowieso niet voor elkaar. He, zegt hij. Je mag blij zijn dat je zo'n pak hebt. Nee, dat zeg ik ook niet, maar je mag wel blij zijn dat je zo'n pak hebt. Anders had je dit niet kunnen doen en wat zou zo'n pak wel niet kosten? Heleboel. Maar hij is dus omhoog gehesen en hij hing helemaal met de punten in de boom. De touwen en alles, dat hangt nog in de controle. Hoe die het voor elkaar heeft gekregen, Joost mag het weten in zijn uppie. En dan moet hij water scheppen. Weet je nou eens gewoon op de spullen letten? Maar dat doen ze niet. Nee. Nou, ik heb gisteren ook al gezegd in de vlog tegen de mensen van... je weet ook niet wat met de eigenaar is gebeurd. Hij kan ook wel de virus hebben gekregen dat hij dat niet heeft gehaald. Dat kan. Ja. Ja, en daarbij, misschien dat de rest van de familie niet eens niet weet dat hij een boot heeft. Nou, ik hoorde net vertellen dat twee meiden zijn, een jonge meiden. Ja? Die zijn gestopt. Ja, en die komen ook niet op het idee om papa of wie dan ook te vragen. Ze hebben ook nog vrienden. Ja. En nou zijn ze hun bootje kwijt. Haal je hem hier ook nog weg? Hij gaat wel hier weg. Ja, dat dacht ik. Richting je eigen. Maar schoonmaken. Andere motor
nakijken. Ja. Kijk, kom nog een bootje aan. Oh, ik heb er net 8 jonge eendjes gezien. Ook zo lief. Nee, die kant op. Waar was er een moeder in met 8 kuikentjes. Oké. Maar oké, lieverd. Ik ben blij dat jij hem in ieder geval omhoog hebt gekregen. En als je koffie wil, dan kom je maar naar mij toe. Lekker, lekker, lekker. Dan zie je Rebecca ook nog. Gezellig. Maar dan moet je wel opschieten. Ja, ik ben onderweg. Nee, oké. Zo zonde. Ja, vind ik ook. Ik weet niet wat ze wilde doen, maar volgens mij wilden ze ook geen zaak. Maar ja, wat 2298YT betekent, weet ik ook niet hoor. Nee, dat is het nummer van de boot. Nou, je geeft je boot toch niet een nummer, die behoort een naam te hebben. Hetzelfde als een kenteken van een auto. Oh. Nou ja, oké, lieverd. Ik zou zeggen, ik hoop dat ik je zie. Komt goed hoor. Oké, dan ga ik weer naar Rebecca toe. Goed, doei. Doei. Nou, een knap staaltje werk toch van Marcel, om dat in zijn eentje te doen. Ja, wie doet het hem na? Ik in ieder geval niet hoor. Nee. Maar ja, petje af voor hem en ik geef hem ook groot gelijk, moeten ze maar beter op hun eigen spullen passen. Simpel. En als je dat niet doet, ja, dan raakt het op een gegeven moment toch wel eens een keer kwijt, omdat jij er niet goed op past. Nou ja. In ieder geval, ik ga hier even weer verder aan de gang. De diertjes even verzorgen, mezelf verzorgen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook verder van jullie dag. En doe het met een lach. Doe ik ook 9 van de 10 keer. En dan komt alles wel weer goed. Ja toch? Gewoon vrolijk blijven. Joepie, ja. Dan komt alles goed. Ook ben ik bezig geweest, omdat het straks verplicht wordt. Een monddoekje. Ja, maar ik maak er nog één en dan naai ik dat aan elkaar vast. Want dit gaat toch op een gegeven moment rafelen en doen. En hij is me al zelfs te groot. Terwijl ik gedaan heb zoals hun zeiden. Maar ja, ik kan mijn hele gezicht bedekken. Nou, dat hoeft ook weer niet. Nee toch? Nee. Dus het komt allemaal goed. En ik heb er nog eentje. Doe je dus van een sok. Ja. En dan is het. Ja. Gedeelte eraf knippen. Ja, het voetje zo. Het voetje gaat eraf. En dan vouw je hem dubbel bij de hiel. Ja. En dan haal je daar ook een gedeelte eraf. Aan die kant. Nou ja, en dan maak je die gleufjes er ook nog in. Maar het is makkelijk hoor. Maar hij is mij te groot. Ik hoef niet over mijn hele gezicht heen. Nee toch? Nee. Dus het komt allemaal goed. Dan hek er in ieder geval sowieso één. Nou. In huis momenteel dragen. Ik hoef hem toch nog niet te dragen. Dan enkel het hoog noodzakelijk kwaad als ik al met een trein moet of naar de kapper moet. Maar dat is niet moeten, dat is iets wat je wilt. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. En we horen elkaar straks alweer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Rebecca is natuurlijk al lang al geweest. Ook heb ik Marcel nog even op de koffie gehad. Die heeft even een bak koffie komen halen. Want ja, die wordt uitgedroogd van het harde werken met dat bootje.
Dus ja, hartstikke leuk allemaal. En hij heeft hem mee weten te krijgen, want hij had zelf ook nog een bootje. Dus hij had hem op sleeptouw naast zijn boot vastgebonden en meegenomen. Dus ja, die zal ook alweer weer op eigen plek leggen, denk ik. Maar oké, ik ga zo meteen nog wat doen. Nog een andere vlog maken. Die komt straks dan ook wel gelijk online. Want die is een speciale vlog. Het is maar één film die ik in elkaar zet straks. Ja, dat is een film speciaal voor de 50-plus groep. Speciaal voor een aantal X mensen die ik ook zal benoemen, die bij mij allemaal in mijn hart zitten. Voor hen heb ik ook virtueel een mooie bos bloemen. Ik zal ze zo meteen uit het papier even halen. Het lijkt me een strak plan. Even het voedingszakje eraf. Ik zit wel aan mijn hand vast. Zo. Zo, ziet er daar. Was wel duur hoor. Jeetje! Zes nog wat voor een bos. Nu zie je ook bij iets verder kleuren. Wel mooi hè? Maar in ieder geval, ze zullen ook wel niet lang staan en dat vind ik altijd zo erg. Maar die krijg je virtueel aangeboden. Omdat ik zoveel van ze hou. Omdat ze in mijn hart zit. Dus ja, dat gaan we gewoon zo meteen doen. En die zet ik dan wel online. Dan hebben jullie allemaal wat te zien en te luisteren. Oh ja, dat papier. Vond ik daar wel, dat gekraak. Nee, want ik zal ook daarbij gedichten voordragen. Eentje heb ik al, maar eentje moet ik nog even opzoeken. De ene draag ik voor uit een gedichtenbundel van een ander. Maar ik zal ook een gedicht van mezelf voordragen, die ik zelf heb gemaakt en die in mijn eigen gedichtenbundel zit. Dus die zal ik even op moeten zoeken. Maar dat komt allemaal goed en dan gaat mijn mobiel weer. Dus ja, ik heb het druk als een klein baartje. En ik heb sokjes gekocht. Niet mijn maat. Maar ik krimp als een goede start naar beneden, wie weet. Dit is 35, 38, 39. Oh ja, wel mijn maat ook 39, 42. Maar ja, er staat op 35, 38. Maar ja, je moet altijd een vuist maken, zeggen ze. Maar met karton, dat gaat niet. Maar, wat denk je van een monddoekje? Ja. Oh ja, dat zit ook nog vast. Nou, er moet een klein stukje omgevouwen worden, maar dat moet ik zo meteen even via het filmpje zien en dan komt dat allemaal goed. Ik ga nu weer afsluiten en ik zeg tot straks maar weer. Doei!